Waarom zijn wij in Nederland niet erg trots op onze vaderlandse helden? Dit is de Universiteit van Nederland. In 2004 werd de grootste Nederlander aller tijden verkozen. Pim Fortuyn belandde op de eerste plek in die top 10 grootste Nederlanders aller tijden. En achteraf bleek ook wel dat het een vergissing was, hoor. Want ze zeiden, er is toch fout geteld, het had toch Willem van Oranje moeten zijn. Maar Willem van Oranje werd tweede. Er kwam meteen ontzettend veel kritiek door die eerste plaats van Pim Fortuyn op deze verkiezing. Want ja, een politicus die net vermoord was 2 jaar eerder, in 2002. Hoe kon die nou op de eerste plaats belanden? En men zei dat er een grote politieke lobby was geweest om hem op die plek te krijgen. Maar het zette meteen die hele verkiezing in een vreemd daglicht. Op thee, we zeiden het net al, Willem van Oranje, vader des vaderlands. Men was het er eigenlijk unaniem over eens dat hij eigenlijk op één had gehoord. En later bleek dat ook het geval te zijn. Op de derde plaats, misschien herkennen jullie hem, Willem Drees. Minister-president na de Tweede Wereldoorlog, vadertje Drees genoemd, een sociaaldemocraat en om die reden zo hoog geëindigd. De vierde plaats, herkennen jullie hem? Een wetenschapper uit de 17e eeuw, Antonie van Leeuwenhoek, bekend van de microscopen. En de volgende, die herkennen jullie ook vast. Op 5, Desiderius Erasmus, bekend natuurlijk vanwege zijn lof der zotheid, een humanist, een schrijver. En op 6, daar hoef ik geen toelichting te geven, zegt u het maar. Johan Cruijff, de voetballer, met zijn simpele uitspraken toch wel misschien een typische Nederlander. Als je wil winnen, moet je scoren. Dat is zo'n beetje de filosofie van Cruijff. Het heeft hem een 6e plaats opgeleverd. Op 7, grote zeeheld, 17e eeuwer, Michiel de Ruiter. Op 8, weten jullie het nog, Anne Frank. En ook hier kwam veel kritiek op, want was Anne Frank niet eigenlijk van Duitse oorsprong? Wat deed zij nou eigenlijk precies in deze top 10 grootste Nederlander aller tijden? En de laatste twee plaatsen, 9 en 10, worden bezet door twee schilders. Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh. Nou, daar kwam ontzettend veel kritiek los op deze verkiezing. Men zei, ja, dit deugt niet. Maar intussen leert het ons wel van alles over heldendom en heldenverering. Hoe gaan wij om met onze nationale helden? Nou, je kunt uit die lijst, die top 10, wel enkele criteria destilleren. Ten eerste, je moet wel een soort heldendaad verricht hebben. Het werkt erg goed als je je opoffert voor het vaderland of als je vermoord wordt. Willem van Oranje, vermoord in 1584, top. Michiel de Ruiter heeft zich ook geofferd voor het vaderland, is ook heldhaftig in een strijd ten onder gegaan. Top, zo kom je in die top 10 terecht. Ten tweede, een beetje controversieel zijn helpt ook. Dat Pim Fortuyn op die eerste plek kwam, had ook van alles te maken met het feit dat hij zo controversieel was. Ten derde, en deze is belangrijk, je kunt het beste een man zijn. Je maakt echt minder kans om in zo'n top 10 hoog te eindigen als vrouw. Er stond maar één vrouw in die top 10. En daar was ook nog reuring om. Ten vierde, goed als je iets typisch Nederlands representeert in een top 10 grootste Nederlander aller tijden. Erasmus heeft dat wel, hè, met zijn pleidooi voor tolerantie. Neem nou Cruijff, een echte belichaming van eenvoud, botte Hollander. En ten vijfde, laatste criterium wat we hieruit kunnen destilleren. 16e en 17e eeuw, die doen het goed. Zeg maar de gouden eeuw van Nederland. Een topleverancier. 6 van de 10 helden komen uit de 16e of 17e eeuw. Dus zo'n top 10 is toch wel inzichtelijk. Laten we eens gaan kijken hoe het werkt in de praktijk met die heldenverering. En dan kunnen we eigenlijk 2 dingen constateren. Ten eerste, heldenverering is iets veranderlijks. Het is tijdsgebonden. Wie nu een held is, hoeft dat over 20 jaar niet meer te zijn. Pim Fortuyn stond toen op 1, maar als we nu een nieuwe verkiezing zouden houden, ik durf niet te speculeren over de vraag wie dan op 1 zou belanden. Ten tweede, Nederland is nogal kritisch over zijn eigen helden. Eigenlijk houden we er helemaal niet zo van, zo'n heldenverkiezing. We zijn meer van het doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ik wil jullie eerst 2 succesvolle helden laten zien. De eerste is Willem van Oranje, vader des vaderlands. De opstandsleider, zou je kunnen zeggen. Hij voerde de opstand aan tegen de Spanjaarden. Zo rond 1570.
beroemde daden heeft hij toen verricht. En dat maakte hem al meteen een held. Het Wilhelmus is toen natuurlijk ook uitgevonden wat maakte dat zijn naam rondzong. Willem van Oranje is de ultieme held van Nederland. Hij heeft ook twee standbeelden gekregen in Den Haag. Twee standbeelden. Dat is vrij uniek, want wij Nederlanders zijn niet zo scheutig met standbeelden. Bij de tweede held, tweede succesverhaal, wil ik iets langer stilstaan, want dan wil ik het gaan hebben over Michiel de Ruiter. Bij Michiel de Ruiter zie je heel fraai hoe heldendom als het ware wordt toegeëigend en hoe hij ook kan veranderen in de loop van de tijd als held. Verschillende groeperingen projecteren verschillende eigenschappen op zo'n held. Michiel de Ruiter, 17e eeuwse zeeheld, die zich offerde voor het vaderland en dapper vocht op zee. Tijdens zijn leven kwam er al een echte heldenverering op gang. Het regende gedichten over zijn unieke prestaties, zoals bijvoorbeeld de slag bij Chatham in 1667 tegen de Engelsen. Toen schreef een dichter: de grote ruiter, de eer van Nederlands admiralen, de Fransman en Brit en God en Turk en Afrikaan en Portugees versloeg in 50 zegepralen. Het wordt lekker opgeklopt, hè? In 50 overwinningen heeft hij ze allemaal in mootjes gehakt. Hij bleef als een staatskolom voor Nederlands vrijheid staan. Die heldenverering die neemt alleen maar toe. En een mooi moment is ook de Franse tijd, het begin van de 19e eeuw. In 1812, als we zijn ingelijfd door de Fransen, verschijnt er ook een epos op het leven van Michiel de Ruiter. En het aardige is dat hij daarin een soort ideale familieman wordt. Dat epos gaat er vooral over hoeveel moeite hij heeft om afscheid te nemen van zijn vrouw en kleinzoon als die weer de zee op wordt gestuurd. Hij representeert daar eigenschappen als loyaliteit, ultieme vaderlandsliefde, omdat dat de eigenschappen waren die ze in die tijd nodig hadden. Dus de ruiter als een echte familieman. Ik maak een sprong weer in de tijd. De ruiter krijgt zijn eerste standbeeld in 1841 in Vlissingen, zijn geboorteplaats. Dus ook hem is het gelukt een vrij standbeeld te krijgen in de 19e eeuw. De eeuw van het opkomende nationalisme. We maken weer een grote sprong in de tijd. En dan zullen we zien hoe de ruiter plotseling door een hele andere groep misbruikt wordt, zou je kunnen zeggen. We gaan naar de Tweede Wereldoorlog. En kijk eens wat de NSB ervan maakte op deze posters. Ook zij eigenden Michiel de Ruiter toe als held. En waarom? Omdat hij zo dapper tegen de Engelsen gevochten had. Kijk, om die reden moest je ook de Duitsers steunen in hun strijd tegen de Engelsen. Dus er werd een echte parallel getrokken tussen dit deed Michiel de Ruiter en sluit je vooral aan bij de NSB. Precies in dezelfde geest als de ruiter vocht tegen de Engelsen. Maar er is nog meer gebeurd bij de ruiter. Want er is ook een politicus geweest, Geert Wilders, die zich spiegelde aan Michiel de Ruiter als zijn grote held. En hij vond het een aardig idee om zich op de voorpagina van een televisieblad als Michiel de Ruiter uit te dussen. En rechts achter hem zijn compaan Hero Brinkman. Waarom Michiel de Ruiter? Ook omdat hij zo loyaal was aan het vaderland natuurlijk. Voor volk en vaderland gevochten had. Dus rechtspopulisme sluipt daarin. En tenslotte is er dan die film in 2015. Michiel de Ruiter. Wie heeft die film gezien? Ja, dat zijn toch aardig wat mensen. Ik ben zelf ook naar die film geweest. En af en toe moest ik echt hardop lachen. Want die heroïsche scènes die duurden maar voort. En wat ik zag was niet een soort Nederlandse held. Maar ik zag een soort Amerikaanse vrijheidsstrijder. En ik merkte ook aan de rest van de bioscoopzaal dat we dit gek vonden. Dit was een beetje too much. Dit soort Michiel de Ruiter verering. Ja, dat past ook niet helemaal lekker in onze samenleving. En tot slotte is hij ook nog een commercieel item geworden. In Vlissingen kun je volop Michiel de Ruiter zeeheldendrop kopen. En dat doosje gaat dan vergezeld van heroïsche teksten als: 350 jaar geleden veroverde ik de zee. Nu is het tijd om Nederland te veroveren met mijn eigen zeeheldendrop. Een ouderwets lekker dropje met onoverwinnelijke smaak. En dan proef het zout van de zee, hijs de zeilen, gooi de tros los. Hoor het gebulder van de kanonnen. Dit is het avontuurlijkste dropje waar je niet van af kunt blijven. Maar dit is wel het succes van Michiel de Ruiter, wat verklaart dat hij tot op de dag van vandaag een van de grootste helden van Nederland is. Niet voor niets op de 7e plaats geëindigd. Mislukkingen zijn er ook. En ik geef jullie het voorbeeld van iemand die maar heel kort een held was en daarna weer van de radar verdween.
Jan van Spijk. Jan van Spijk vocht tegen de Belgen tijdens de Belgische opstand en was bereid zijn leven te geven voor het vaderland. Hij liet in de haven van Antwerpen zijn bootje ontploffen. En waarom deed hij dat? Hij wilde liever de lucht in dan zich over te geven aan de vijand. Zijn beroemdste woorden zijn: dan liever de lucht in. Maar wat heeft Jan van Spijk gekregen? Een buitengewoon lullig vuurtorentje bij Egmond aan Zee. Want het was kennelijk toch te kostbaar om hem een fatsoenlijk standbeeld te geven. Kijk, zo gaan we ook om met onze helden in Nederland. En dan noem ik nog even heel kort het voorbeeld van vaderlandse dichter Tollens, die een prachtig grafmonument had eerder, maar het werd in de jaren 70 door een afvalverwerkingsfabriek verwijderd. Waarom? Het was gewoon te duur om het te onderhouden. Zo gaan we ook om met onze helden in Nederland. Maar er is één categorie die het ergste getroffen heeft en dat zijn de vrouwelijke helden. Vrouwen hebben het extra moeilijk om een echte held te worden. En we noemen dat de paradox van de strijdbare vrouw. Als je als vrouw gaat vechten, dan ben je eigenlijk te mannelijk en niet een echte held. Maar als je je als vrouw vrouwelijk gedraagt, ja, dan disqualificeer je je eigenlijk als held. De paradox van de strijdbare vrouw. En die wordt belichaamd door één vrouw, namelijk Kenau Hasselaar. Zij werd 73ste. Tijdens die verkiezing in die top 100 van grootste Nederlander. Kenau Hasselaar, dan denken we natuurlijk meteen aan het scheldwoord van een te mannelijke vrouw. Kenau, ze staat erom bekend dat zij tegen de Spanjaarden zou hebben gevochten in Haarlem in 1573. En met een vrouwenlegertje de Spanjaarden verdreven zou hebben door hete olie en pek over ze heen te gieten. Maar met Kenau is het nooit echt wat geworden. En dat is tot op de dag van vandaag het geval. Heel recent, in 2015, verscheen dit boekje Kenau komt je halen. Een boekje voor kinderen, zodat ze Kenau Hasselaar goed leren kennen. Maar wat lezen we hierin? Kijk, zo wordt ze verbeeld, Kenau Hasselaar. Ze lijkt wel een terroriste. Ze is een reuzin met handen als kolenschoppen en een zwaard op haar heup. Bommen aan haar gordel. Een adem van vuur. En zo blaast ze het hele Spaanse leger het meer in. Dat is hoe ze hier aan de jeugd gerepresenteerd wordt. En later wordt het een beetje ontmaskerd, dat beeld. En blijkt ze toch wel een hele gewone vrouw te zijn. Alsof ze nog steeds willen zeggen: een echte vrouw vecht niet. Ik weet niet of jullie ook weten dat er een film over Kenau Hasselaar is gemaakt. De film Kenau. Maar dat is geen succes geworden in de bioscopen. Het is vrijwel direct geflopt. En vergelijk dan eens Kenau Hasselaar met Michiel de Ruiter, de movie. Alle Nederlanders wilden die film over Michiel de Ruiter zien. En niemand ging naar Kenau Hasselaar kijken. Alsof het nog steeds niet wil lukken met die vrouwelijke helden in Nederland. Wat we kunnen concluderen is heel eenvoudig. We doen het niet zo goed met Nederlandse helden. Maar als je bepaalde ingrediënten hebt, dan heb je extra kans op succes. Wees een man, want als vrouw lukt het je niet. Sterf voor het vaderland, dan is eeuwige roem valt jou ten deel. En kom het liefst uit de 17e eeuw, want dan neemt de kans dat je een echte held wordt ook aanzienlijk toe. Als je stamt uit die gouden eeuw. Maar we kunnen rustig zeggen, als we kijken naar die voorbeelden, dat wij Nederlanders een lastige verhouding hebben met heldenverering. Met standbeelden zijn we bepaald niet scheutig. We houden het liever bij lullige vuurtorentjes of we sturen standbeelden naar de afvalverwerkingsfabriek, omdat we geen zin hebben om er geld aan uit te geven. Het credo is nog altijd: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Toch is er een uitzondering. Er is één moment dat wij Nederlanders wel degelijk een soort van emotie tonen als het gaat om Nederlanderschap. En dat is als wij het volkslied horen. Wil je weten waarom het Wilhelmus ons volkslied is geworden? Kijk dan naar het volgende college.